Ik vraag mij dus af, als je je handen in de lucht doet tijdens een achtbaanritje, ga je dan langzamer? Om dat uit te zoeken hebben we nodig een achtbaan. En wind. Heel veel wind. Welkom bij Theme Park Science. In veel van onze afleveringen hebben we het natuurlijk gehad over hoe achtbanen nu precies werken. Zo weten we dat de snelheid van de achtbaan beïnvloed kan worden door de wrijving en de luchtweerstand en door de warmte in de lagers. Zo weten we dus bijvoorbeeld ook dat de achtbaan in de middag sneller gaat dan in de ochtend. En vandaag zoeken wij dus uit of je langzamer gaat in een achtbaan als je handen in de lucht steekt. En om heel eerlijk te zijn, ik denk dus van wel. Omdat je te maken hebt met wind, luchtweerstand, aerodynamica. Volgens mij ga je ontzettend afremmen. Daarom zijn we vandaag hier in Billy Bird Park Hemelrijk. Bij deze achtbaan. Jurnan, waarom hier? Ja, ik ben dus wel benieuwd hoe groot het effect is van het uitsteken van je handen op de snelheid. En dat heeft te maken met de massa van de trein. Een zware trein heeft minder last van luchtweerstand dan een lichte trein. En deze achtbaan hier in Billy Bird die bestaat uit een treintje. Met twee hele lichte karretjes van 187 kilo. Dus als we ergens het effect zouden moeten kunnen meten van het uitsteken van je handen op de snelheid, dan is het wel hier. We gaan een aantal ontzettend leuke experimenten doen vandaag. Het bijzonder aan deze 16 meter hoge familieachtbaan is dat die is gebouwd op een panoramatoren. Het uitstapstation is beneden, het instapstation is hierboven. We gaan nu beginnen met de zogenaamde nulmeting. En dat betekent dus dat we even moeten weten hoe snel de achtbaan totaal gaat. Jongens, jullie zijn mijn testpersonen zo direct. Ik wil dat jullie zo klein mogelijk maken als we door de achtbaan gaan. Oké? Okay? Dan tel ik af. Jurnan, ben je er klaar voor? Ja, hier is alles klaar. 3, 2, 1, go! En we zijn gestopt. Dit was de nulmeting. 46 seconden en 1500ste. Welkom op de Universiteit Twente. Ik heb een afspraak met Kees Venner. Hij is hoogleraar technische stromingsleer. En hij beheert ook de windtunnel van de universiteit. Nou, ik ga hem vragen om uit te leggen waar die luchtweerstand nou precies door wordt veroorzaakt. En ik hoop stiekem dat ik zelf ook nog even de windtunnel in mag. Hallo Jurnan, welkom in de stille windtunnel van de Universiteit Twente. Je ziet hier de windtunnel, dat is eigenlijk waar de stroming doorheen gaat. Hieromheen is een hele grote kamer, dat is een anechoïsche kamer. Wij doen hier onderzoek aan stroming en geluid. Hoe werkt de windtunnel? De lucht gaat van links naar rechts. Daar gaat de lucht naar beneden, onderlangs. Daar zit een hele grote motor, die drijft hem aan. En we kunnen hier snelheden halen tot over de 200 km per uur. Kees, we zouden heel graag van jou weten waardoor luchtweerstand nou precies wordt veroorzaakt. Waardoor wordt luchtweerstand veroorzaakt? Dat zijn eigenlijk vier factoren. De eerste is jouw oppervlak. Hoeveel oppervlak houd jij in de wind? De tweede is de snelheid. Hoe hard waait de wind om jou heen? En die is bijzonder, want die is kwadratisch. Als je twee keer zo hard waait, is de weerstand vier keer zo groot. De derde is de vorm. Als je een hele mooie gestroomlijnde vorm hebt, dan kan de stroming jou goed volgen. Dan verander je de lucht weinig van richting. Dan is het drukverschil voor en achter is niet zo groot. Dus de weerstand is ook niet zo groot. En de vierde factor is de dichtheid. En dat kun je misschien weten van schaatsbanen. Op hooglandbanen of op hoogtebanen hebben ze snellere tijden. De dichtheid speelt ook nog een rol. Jurnan, we kunnen die stroming ook zichtbaar maken. Dan kun je die effecten zien. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een vleugel meegebracht. Die gaan we in de wind houden. En met rook laten we de stroming zien. Oké, laten we dat doen. Ik loop er even doorheen.
Oh ja, het waait al wel. Het waait al wel. Je voelt dat we weinig weerstand hebben. Hou je makkelijk vast zo. Ja, we hebben een klein oppervlak. En hier zie je de stroming eromheen gaan. De rook volgt de lucht. En hij buigt netjes over het profiel. Ja. Als we het profiel een beetje draaien, dan wil het omhoog. Dat is de lift. Maar je ziet ook dat de stroming het oppervlak blijft volgen. Als we een klein beetje verder draaien, dan voel je opeens een verandering. Daar. Ja. En terug. Oh ja, wat een groot verschil. Daar. En hier zie je dat opeens voor en achter heb je een hele andere stroming en een groot drukverschil. En als we nou het oppervlak nog groter maken, wordt de weerstand nog groter. Maar hier zie je dus het effect van gestroomlijnd en van oppervlak in de weerstand. Kees, hoe groot denk je nu dat het effect is van het uitsteken van je handen op zo'n achtbaanritje? Hoeveel maakt dat nou uit? Als iedereen zijn handen in de lucht doet, is dan echt dat treintje langer onderweg? Dat hangt een beetje af van hoe zwaar het treintje is en als die ergens inderdaad vrij rolt. Maar ik denk dat het verschil zeker meetbaar is. Het kan zijn een seconde bij een kleine achtbaan. Het kan bij als mensen meer doen dan alleen de handen uitsteken, kan het zelfs meer zijn. En het effect van luchtweerstand is heel belangrijk. Dat kan je bijvoorbeeld aan schaatsers zien. De eerste 10 mensen op de 1000 meter zitten binnen ruim binnen een seconde. Dus daar is een tiende seconde verandering door de luchtweerstand is al heel belangrijk. Oké, jongens, tijd voor de tweede ronde. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil dat jullie nu zo groot mogelijk maken. Handen in de lucht, doe ze vast in de lucht. Jurnan, dan komen ze aan. 3, 2, 1, go! Ja, we zijn gestopt op 47 seconden en 74 honderdste. Dat is inderdaad ietsje langzamer, maar het scheelt niet zoveel. Ik wil nog één ding proberen. Jurnan, dit was echt super leuk om te zien met die paraplu's. Maar nu weten we nog niet de tijd. Ja, de eindtijd van de rit met de paraplu's. Ik zal het je vertellen. Het was 54 seconden en 20 honderdste. Dus dat is echt wel heel veel langzamer dan het gewone ritje of de rit met de handen in de lucht. Maar we begonnen deze aflevering met de vraag, ga je langzaam in de achtbaan als je handen in de lucht steekt? Wat zou je daarover kunnen zeggen? Nou, je kunt dus echt wel zeggen dat je langzamer gaat met je handen in de lucht, maar het verschil is niet zo groot. En zeker bij een andere achtbaan waar de trein veel zwaarder is, is het verschil eigenlijk niet merkbaar. Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, als je zo snel mogelijk zou willen gaan in een achtbaan, maak je zo klein mogelijk, want dan heb je de minste weerstand. Ja, dat is zeker waar. En we hebben geleerd, geen paraplu's nee, mee. Dat is niet zo'n goed idee. Maar wel vet dat we dit mochten doen. En ik wil Billy Bird Park Hemelrijk echt ongelooflijk bedanken dat we gewoon deze test hier mochten uitvoeren op deze achtbaan. Heel gaaf experiment. En we hebben iets heel anders leuks. Want als je binnenkort naar Billy Bird Park Hemelrijk gaat, dan kun je ons ook zien met een aantal tips om je dag nog beter te maken. Tips gebaseerd op de wetenschap. Wil je daar nou meer over weten? Check dan ook onze socials. Like en subscribe natuurlijk op Theme Park Science. En ik zeg tot de volgende video. Hoi hoi.